Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Het is maandag en ik begin vandaag weer een nieuwe weekvlog. Het is nu 4:30 's middags/avonds, dus al wat later. Ik heb vandaag namelijk weer een dag dat ik niet naar stal ga, maar even al mijn werk afrond, zeg maar, voor deze week. Of in ieder geval gewoon lekker thuis kan werken. Dus ik heb de weekvlog al geëdit die zaterdag online komt. Dus die staat online als jullie dit zien. Dus dat is fijn. Het is trouwens echt een hele leuke weekvlog geworden. Dus als je hem niet hebt gezien, bekijk die dan even. Ik zal hem in het i'tje zetten. Daarnaast heb ik nog voor samenwerking wat dingen gedaan. Ik heb thuis en alles gedaan. In ieder geval echt best veel gedaan. Dus dat is wel lekker. En nu ga ik de nieuwe weekvlog beginnen. En dat ga ik beginnen met een unboxing. Dat vind ik altijd wel leuk. En deze keer is weer een Chiquel unboxing. Ik heb een samenwerking met Chiquel. En ik heb ook direct een kortingscode voor jullie. Laten we daar direct mee beginnen. Met de kortingscode DEMIVN20. Ik zal hem hier ook in beeld zetten. Kun je met 20% korting op alles, behalve beauty en sale, alles bestellen van de Chiquel collectie. Dus dat is echt super leuk. Ik heb van hun 6 producten opgestuurd gekregen. Dus laten we daar gaan kijken. En ik ben heel benieuwd hoe ze zullen staan. Ik heb deze keer alle producten besteld in XS. Ik had de andere keren had ik in S besteld. Maar ik merkte toch dat sommige dingen dan net iets te groot waren. Dus ik denk dat ik XS ook wel kan hebben. Omdat het meestal wel stretchy stofjes zijn. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Ik heb 6 dingetjes. En allemaal lekker kleurrijk, maar niet heus. Allemaal zwart en grijs. Ik ben gewoon laatst helemaal van zwart. Maar laten we gewoon lekker met het eerste beginnen. Sommige producten van Chiquel zijn trouwens one size. Tot nu toe alle one size producten pasten mij wel, als ik het goed zeg. Dus ja, dan kan je dat ook eens proberen. Dit is de eerste, dit is een zwart topje en dit is ook een one size. En het heeft echt een super mooie ribbelstof met parelknoopjes. Echt super leuk. Ja, het zijn wel echt knoopjes. Het is eigenlijk echt een vestje, maar als je hem zo draagt als een soort truitje lijkt hij me ook hartstikke leuk. Dan heb ik een zwart hemdje. Dit is wel echt nog een zomertopje. Maar die ziet er ook wel heel erg leuk uit. Echt een lekker stofje ook. Leuk, deze vind ik echt heel leuk. Dit is wel een XS als ik het goed zeg. Ja. Dan heb ik hier nog een leuke top met witte stipjes. Deze ziet er echt heel schattig uit. Oh, deze ziet er echt heel leuk uit. Kijk hoe schattig die stipjes zijn. Echt super leuk. Hij is wel een beetje diep uitgesneden, dus we moeten kijken of ik dat pas. Hij heeft hier wel een mooi elastiek. Dus ik denk dat deze echt heel leuk is. Ik hoop alleen ook een pas. Oh, dan is dit een jurk volgens mij. Dus die kan je met de, aanbeelden beter zien. Het is best een lange jurk. Heel lekkere stof trouwens. Ook een XS is dit. En dan met hier een elastiek. En zo, het is een beetje een t-shirt bovenkantje. En dan hier met een elastiek bij je taille. En dan is hij echt best wel lang met een split. Nou, de aanbeelden zullen ongetwijfeld duidelijker zijn. Maar hier ben ik ook heel benieuwd naar. Dan heb ik nog een jurk. En deze lijkt me heerlijk voor de winter. Het is eigenlijk zo'n oversized sweater dress. En even kijken, deze heb ik... dit is een one size. Dus dat is ook maar spannend hoe dat zit. Maar ik denk dat dit met een riempje ook wel heel erg leuk is. Dit is echt gewoon een heerlijke trui, maar dan gewoon mega lang. Dit lijkt me echt heerlijk. En dan heb ik nog een laatste top. En dat is deze. Deze is hetzelfde als met die stipjes. Alleen wel weer redelijk diep uitgesneden. Dus ik ben benieuwd hoe die gaat staan. Maar hier ben ik gewoon hartstikke benieuwd naar. Laten we ze gaan aantrekken. Goedemorgen allemaal, het is woensdag. En het is 7:30 en ik ben op stal. En hier is de lieve Chile.
zoals jullie kunnen zien zit ik in de auto en ik ben aan het rijden. Dus ik let even op de weg. Maar het is 7:15 ongeveer, iets later inmiddels. En ik ben onderweg naar stal. En het is zondag. Ik heb echt zo slecht gevlogd deze week. Het is gewoon niet eens een vlog te noemen. Dus ik weet nog niet zo goed wat ik daarmee doe. Maar ja, dit vind ik wel leuk om mee te nemen. Dus ja, er komt dus wel iets op mij. Maar ik weet nog niet zo goed hoe ik de vlog aan elkaar ga breien. Maar goed, dat is zo voor morgen. In ieder geval, ik zit dus nu in de auto naar stal. Kneuter vlog op mijn zondagochtend. Want, nou komt het, nou komt het leukste moment. Jullie zien waarschijnlijk al mijn blouseje. Ja, ja. Maar ik ga meedoen met de dressuurwedstrijd. Yay! Nee, ik vind het oprecht wel leuk. Maar ja, als ik dan als het om 6:00 de wekker gaat, heb je wel zoiets van ja, waarom doe ik dit? Maar goed, ik heb er een goede reden voor en ik ga het met jullie delen. Ik heb besloten om mijzelf op wedstrijdniveau gewoon wat breder te ontwikkelen. Kijk, springen blijft gewoon echt mijn focus. Maar kijk, ik durf echt wel te zeggen dat ik die paardendressuurmatig goed kan rijden. Want dressuur is natuurlijk gewoon de basis voor het springen. En ze kunnen bij mij echt alles, echt tot en met de wissels. Echt schouder binnenwaarts, schouder voor, contra galop, wijken, nou ja, appiëmenten, zelfs een klein stukje. Ja, weet je, ze kunnen gewoon best wel heel veel. Nou zeg ik niet dat ik het echt op een dressuurproefjesniveau kan. Ik bedoel, zet dressuur is natuurlijk nog even andere koek. Maar ik bedoel, alle oefeningen kunnen ze, omdat ik ze natuurlijk los moet maken. Maar ik heb dus bij de paarden nooit dressuur gestart. Dus ik had die online proefjes al gedaan. Daar heb ik al best wel veel winstpunten met jullie verzameld. Maar ik heb dus eigenlijk besloten dat ik met twee paarden ja, ongeveer M1 dressuur wil worden. Nou, we hoger natuurlijk beter. Maar M1, winstpuntje in het M1, dat is nog zeg maar haalbaar. Semi-korte termijn. Dus vandaar dat ik me heb ingeschreven voor de dressuur. En dan ga ik met Lente en met G-Lime. Nou, G-Lime die heeft dan al een paar winstpuntjes. Die hoeft volgens mij nog maar 3. En dan mag ze naar het L1. En Lente wordt de eerste officiële wedstrijd. Dus dat is sowieso natuurlijk spannend voor haar, een hele nieuwe ervaring. En ook dat is een van de redenen waarom ik mee wil rijden. Omdat ze dan gewoon weer even een nieuwe ervaring heeft. Voor het eerst knotjes zien, voor het eerst inrijden met andere paarden. Voor het eerst in een andere ring presteren. In ieder geval met een juryhokje en zo. Gewoon weer allemaal kijkerige dingetjes. Want dan wil ik volgende week zondag wil ik voor het eerst gaan oefenspringen met haar. Eigenlijk wilde ik het eind van de maand doen. Maar er kwam een mooi oefenparcours voorbij. Echt heel dicht bij mijn stal. Echt, ja, zeg maar 10 minuutjes rijden er vandaan. Dus ik dacht, nou, dan rijd ik daar ook gewoon mee. Want weet je, met zo'n oefenparcours zit er toch geen pressure op. Ik bedoel, het is gewoon naar laten kijken. Dus ik dacht, dan doen we gewoon stapje voor stapje. Zijn ermee naar het strand geweest. Daar hoefde niks. Bij de dressuur, als ze, letterlijk als ze langs het juryhokje loopt en ze is gewoon braaf, ben ik al gewoon helemaal tevreden. Ik bedoel, ze hoeft voor mij echt geen fantastische punten te lopen. Ze mag voor mij ook echt fouten maken als ze maar gewoon braaf is. Dus ik vond dit ook gewoon een goede ervaring. En daarnaast is Lente gewoon hartstikke mooi om te zien. En heeft ze gewoon hele mooie gang ook voor de dressuur. Dus ik dacht, nou, waarom niet? Dus dat is eigenlijk het idee voor vandaag. Ik ben als eerste aan de beurt, omdat ik dus twee paarden in de been heb. En ja, dan zien we wel wat het wordt. Ik heb er op zich wel zin in. Ik vind het alleen iets te vroeg voor dit. Maar goed, weer is het anders. Ja, ik ga jullie gewoon lekker meenemen vandaag. Want dit vind ik gewoon wel leuk om met jullie te delen. Hoe het ook gaat, weet je. Het is ook gewoon, blijft natuurlijk paarden. Het is gewoon helemaal het Lente. Ja, weet je, vandaag kan ik gewoon niks verwachten. En als het goed doet, dan is het mooi meegenomen. Dus dat. Nou, ik ga jullie meenemen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden om te zien. En dan ga ik nu verder met uitrijden.
even een update. Ik ben op dit moment terug en ik heb again heel slecht gevlogd. En dat komt omdat we gewoon vanmorgen gewoon heel weinig tijd hadden. En nou, we hadden het wel aardig gepland, maar ja, ik wil niet heel veel eerder dan 7:30 op stand. In principe zijn ze soort van 7:30 open, officieel 8:30, maar vanaf 7:30 is er zeg maar personeel. Dus nou, ik wilde er om 7:30 zijn. En nou, dat bleek dus uiteindelijk best wel krap te zijn. Dus ik heb alleen wat beelden van lente, het inrijden en verder niks. Maar ik ben best wel blij. Ik moet zeggen, over mijn proeven met G ben ik niet super tevreden. Omdat ze was gewoon best wel onder de indruk van het juryhokje en van de witte hekjes en zo. En dat had ik niet verwacht eerlijk gezegd, want ze is normaal best stoer. Maar ze was nu best onder de indruk. En daardoor heb ik gewoon punten laten liggen. En de jury was ook niet echt per se fan van G-Lime. Maar goed, we hebben 2 winstpuntjes. Helaas niet de 3 die ik wilde, maar wel prima. En bij Lente was ik gewoon, nou, überhaupt bang of ze het ging doen. Maar Lente was zo verschrikkelijk braaf. Echt, ik stapte op met inrijden. Ik had heel eventjes gelongeerd. Maar met longeren merkte ik al dat ze heel rustig was. Dus nou, uiteindelijk stapte ik erop. En na 5 minuten dacht ik, nou, ze is zo braaf. Ik kan gewoon letterlijk beginnen met mijn wedstrijd. Dus dan had ik gewoon heel rustig aangedaan. Dus ze was zo verschrikkelijk braaf. Ze heeft dus betere punten gescoord dan G. En dat vind ik ook echt super knap, omdat ze natuurlijk nog zo jong is. En ze kreeg allemaal complimentjes van heel veel mensen. En ja, ik ben gewoon echt super blij. Dus ik ben nu onderweg naar huis en dan doe ik zo meteen nog even verder vloggen. Hoi allemaal, het is maandag en ik ben net een vlog aan het editen. En ik plak dit er nog even achteraan. Want ik kom er echt achter dat ik echt heel slecht heb gevlogd. En ik weet dat dit nodig is, maar alsnog heb ik een beetje het gevoel alsof ik me iets moet verantwoorden. Want ik ben gewoon echt niet blij met hoe ik heb gevlogd. Maar ik merk gewoon, sinds ik ben gestopt met werken, dat er gewoon zoveel gebeurt in mijn leven. Wat ik ook niet in deze vlog zeg, maar die vlog ervoor ben ik bezig met mijn eigen bedrijf op te zetten, uit te breiden, hoe je het maar noemt. En er komen gewoon heel veel dingen bij kijken. En nou, dat zijn heel veel dingen waar ik nog niks over kan zeggen. Wat er echt gaat komen, maar ja, dat moet gewoon echt allemaal concreet zijn en allemaal gewoon uitgewerkt voordat ik het met jullie kan delen. Het zijn wel echt super gave dingen, dus hou echt mijn kanaal in de gaten, want nou ja, binnen nu en een maand gaan jullie sowieso dingen over horen. Ik denk nog wel eerder dan een maand. Maar ja, het is dus allemaal echt super spannend en ik ben echt hele leuke dingen aan het doen. Maar ik kan het gewoon niet laten zien in de vlogs. En dan afgelopen week heb ik ook geen lessen gehad, geen springles, geen dressuurles. En dat wordt meestal wel gefilmd en nu dus ook niet. Dus dan heb ik ook weer minder beelden voor de vlog. En ik had alleen dressuurwedstrijd en geen springwedstrijd. En mijn springrondjes worden altijd gefilmd en mijn dressuurproefjes niet. Dus ja, daar had ik ook geen beeld. Dus het is gewoon even allemaal dubbel op. Waardoor ik dus uiteindelijk een hele vage vlog heb. Maar ik wil dus nog heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het alsnog leuk vond om te zien. En dan ga ik deze week weer op mijn best doen voor een mooiere vlog en voor een leukere vlog. En dan hoop ik dat je volgende week ook weer kijkt. En zie ik je gauw bij een nieuwe video. Doei!